Managers zitten soms met hun handen in hun haar en vragen zich af hoe kunnen wij de mensen motiveren om een andere mindset op te nemen, om meer eigenaarschap te pakken, om die cultuuromslag te maken. Ze, ze weten het niet. Terwijl er ondertussen in de niches van hun organisaties innovaties zich voordoen. Maar dat hebben ze dan niet zo goed gezien, omdat ze nadenken hoe dat ze het kunnen controleren en managen. In de niches gebeurt de ontwikkeling. Ik kan dat wel begrijpen als je dan naar die niches kijkt, dat die niches risico's dragen, dat dat uh, niet helemaal past binnen de cultuur van de organisatie, dat dat niet gecontroleerd is. Nochtans is het daar waar de creativiteit zich voordoet en eigenlijk zou je dat als manager moeten sponsoren, moeten ondersteunen en vooral beveiligen dat de mensen hun ding kunnen doen. Die wet heb ik geleerd uit de permacultuur. De allereerste principe is kijken wat er reeds is. Inspelen op de bewegingen in de plaats dat je er iets oplegt, een plan, een design oplegt. Een voorbeeld is mijn dochter van 25 jaar. Dat is een heel eenvoudig voorbeeld. Zij is gespecialiseerd in data mining, big data noemen ze dat tegenwoordig. En in die multinational waar ze werkt, is zij daar aangetrokken om in de IT nieuwe algoritmes te vinden om processen te kunnen sturen en controleren. Ze is dus een IT-expert die werkt met big data. Nu wordt zij door haar internationale contacten, door Google uitgenodigd in Californië, door Google betaald om haar kennis te delen en verder bij te spijkeren. De eenvoudige vraag aan haar manager: is deze reis euh, tijdens de werkuren te regelen? wordt eigenlijk met een nee beantwoord. En de manager kan wel gelijk hebben. Dat dat soort studiereis niet echt past binnen haar functieomschrijving. Maar in ieder geval heeft hij deze millennial, zoals zij als 25-jarige genoemd wordt, gemist. Want als mijn dochter thuiskomt en dit vertelt, dan is haar eenvoudige conclusie: een bekrompen organisatie. Dus als je jonge mensen die creativiteit botvieren in hun niche, niet weet te, te sponsoren en te, oh, te borgen, ja. Dan ben je die natuurlijk kwijt. En dan maar nadenken met de handen in je haar: hoe kunnen wij die cultuuromslag maken? Hm.